vandaag, coccidiose. Ook een veel voorkomend probleem in de stal. En ook alles te maken met reiniging en desinfectie. Maar, hoe gaan we dit meten? Sascha zit al in het lab, dus we gaan even kijken. Hey Sascha. Hey. Ik zie hier een OPG-score. Kun je mij eens uitleggen wat een OPG-telling precies inhoudt? Ja, nou, OPG staat voor oogkiesten per gram. En dan hebben we het dus over het aantal oogkiesten of ook wel coccidiose eitjes per gram verse pluimveemest. En wat we eigenlijk doen is dat we het aantal oogkiesten dus in de mest tellen. En daarbij kunnen we ook nog onderscheid maken tussen verschillende coccidiose soorten. Dus we kunnen de eitjes van elkaar onderscheiden. Door dit op verschillende momenten binnen een bepaalde ronde te doen, kun je dus eigenlijk een hele mooie curve maken. En kan je iets binnen een ronde, maar ook tussen rondes, zeggen over de coccidiose infectiedruk. Ik zie hier een hele hoge piek en hier al een iets lagere piek. Betekent dat ook dat dit bedrijf dus in de leegstand iets heeft gedaan richting coccidiose? Ja, dat klopt inderdaad. Dit is eigenlijk de eerste ronde. Vervolgens is er in de leegstand zijn er verschillende maatregelen getroffen om dus die hardnekkige coccidiose eitjes in de leegstand uit de stal weg te krijgen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan het gladmaken van de vloeren, zodat er zo min mogelijk naden en kieren zijn waar coccidiose eitjes in achter kunnen blijven. Maar je kunt ook denken aan het gebruiken van bepaalde reinigings- en ontsmettingsmiddelen. En inderdaad, vervolgens zie je dus dat de daaropvolgende ronde, dat de OPG-tellingen daar veel lager uitvallen. Dus we zien hier al een flinke afname tussen de eerste grafiek en de tweede grafiek. Maar alsnog, de tweede grafiek op een score van 100.000, is 0 dan ook mogelijk als score? Nou, we weten dat pluimvee op een gegeven moment in de ronde toch altijd wel in aanraking gaat komen met coccidiose eitjes. Dus een hele ronde lang een OPG van 0, dat zul je niet zo heel snel tegenkomen. Maar in principe geldt, hoe minder oogkiesten er in de mest worden teruggevonden, of hoe lager dus de OPG-tellingen zijn, hoe minder schade er ook in de darm kan plaatsvinden. Wat dus per definitie je resultaten ten goede zou moeten kunnen komen. Kunnen we dan ook zeggen dat bijvoorbeeld 100.000 goed is en 400.000 een slecht score is? Nou, de waarde van die OPG-tellingen die zeg je zeker wel iets over de coccidiose infectiedruk. Maar je moet hem eigenlijk altijd combineren met andere informatie. Dus bijvoorbeeld het beeld in de stal, dus hoe doet het koppel het. En ook een darmlesiescore, dat wordt met secties gedaan. En die drie zaken, die vertellen je eigenlijk alles over de coccidiose infectiedruk. En dan even heel praktisch, hoe kan een pluimveehouder deze test uitvoeren? Nou, de monsternames die kunnen worden gedaan door de pluimveehouder. Hij of zij moet dan op verschillende momenten binnen een bepaalde ronde mest verzamelen. Dat kost wel eventjes wat tijd, maar het onderzoek zelf is eigenlijk niet heel erg ingewikkeld. Dat kunnen veel laboratoria zelf. Valt het best wel mee. Oké, dus we hebben verschillende methodes gezien om de hygiënestatus bij pluimvee te monitoren. We hebben de hygiënogram gezien, we hebben de veercheck gezien, we hebben de OPG-telling gezien. Zijn er nog meer zaken die jullie kunnen uitvoeren? Ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan wateronderzoek, waarbij je iets zegt over de hygiëne van de drinklijnen. Of in het geval van bedrijven die een salmonella-besmetting hebben gehad, kun je kijken of de salmonella verdwenen is na alle maatregelen die je in de voorgaande leegstand hebt getroffen met het reinigen en het ontsmetten. Dus voldoende tools voor een pluimveehouder om zijn hygiënestatus te monitoren. Ja, dat klopt. Oké, nou, Sascha bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.